Nochtans, dames en heren. U wil niet weten hoe het voelt om hier vanmiddag in zo'n eminent gezelschap maar een lezer te zijn. Er zijn al zoveel wijze dingen gezegd, wat kan ik daar nog aan toevoegen? Dat er een nieuwe man in mijn leven is, bijvoorbeeld. Die man is 94. Door de jaren en de miserie heen heeft hij heel wat haren verloren, maar hij zit nog steeds strak in het pak. Zijn charisma is met de leeftijd alleen maar toegenomen. Als hij praat, doet hij dat behoedzaam, maar als hij schrijft, gebeurt dat in uitroeptekens. En Digne Vous, schrijft Stefan Hessel, wees verontwaardigd, neem het niet, en hij bedoelt de misstanden in de samenleving. Wees verbolgen over het feit dat met u wordt gesold, zegt hij, en ik weet wel, die aandacht is wat hysterisch, was hij geen 94, maar 49, niemand zou luisteren. Maar dat neemt niet weg dat ik zijn boodschap ter harte neem en me er vanmiddag geheel naar eigen goeddunken van bedien. Als lezer ben ik namelijk bezorgd, dames en heren, bezorgd dat ik straks niet meer vind wat ik zoek, of dat ik niet meer vind wat ik ook niet zoek, maar graag wil ontdekken. En ontdekken, dat doen wij nog altijd in de boekhandel, in de bieb, in de boekenbijlagen, in de boekenprogramma's. Hè. Niet meteen tussen grasmaaiers en kinderwagens op een commerciële site, maar meneer Ropers weet dat ook. Men zegt dat de kwaliteitsboekhandel gedoemd is te verdwijnen. De zelfstandige boekhandelaar slaagt er niet langer in voldoende omzet te halen, omdat hij het aandurft niet alleen de boekentop 10 op het schap te zetten, omdat hij kiest voor kwaliteitstitels die niet de grote verkoopcijfers halen, omdat hij bezorgd is qua het welzijn van de lezer. Van de winkelverkoop alleen valt voor zo'n jongen niet te leven, maar gelukkig, dames en heren, er zijn extraatjes. De bibliotheek bijvoorbeeld, als het waar is wat Chris Biebouw zegt, dat zij 15% van de omzet van de boekenbranche in Vlaanderen voor zich nemen, dan kan zo'n klant uiteraard wel tellen. Helaas werkt de Bieb vandaag steeds vaker met offertes. Wie de grootste korting biedt, mag leveren. En 29%, dames en heren, is moordend voor een kleine speler, maar de boekhandelketen die zelf comfortabel inkoopt aan 52% van de prijs, draait er zijn hand niet voor om. Hè. Die heeft marge genoeg. Een vaste boekenprijs, een vaste korting voor bibliotheken. Het zou nog eens een idee zijn. En u mag boer roepen. Ik ben lid, dames en heren, van de bibliotheek van Melle. Ik heb niets met Melle, maar in Melle is Rita bibliothecaris. Kent u Rita? Natuurlijk kent u Rita. Hè? Rita is de mama van alle jeugd, groot hart, gulle lach. Maar ze zucht wat vaker tegenwoordig. De selectie die de boekhandel haar aanbiedt is bedroevend, zegt ze. Bibliotheken zouden als promotor van een boek- en leescultuur, zoals Chris het daarnet toch ook wel mooi omschreef, zich bij de kleine boekhandel moeten bevoorraden en precies om verschraling tegen te gaan. Uit bezorgdheid om het welzijn van de lezer. En u ziet, ook Rita neemt het niet, ook Rita zijn dingen. Een zekere alertheid, dames en heren, is inderdaad niet ongepast. Er beweegt ook zoveel, dat hebt u vanmiddag al kunnen horen. Literatuur in het mediatijdperk staat op losse schroeven. Meer dan 10 jaar geleden ondertussen is het de boekenbeurs van 2000. We draaiden een reportage voor het programma Link, het culturele magazine op Canvas toen, een reportage over het e-book, dat de volgende dag, en zo niet, dan toch zeker daar volgende dag, de papieren versie zou vervangen. Nu, zo'n vaart liep het niet, maar het een en ander komt toch dichterbij. Het papieren boek, dat weet u, verliest aan kracht. Maar, dames en heren, het zal niet verdwijnen. De fiets is dat ook niet, hè, met de komst van de brommer en van de auto. Er zal alleen het een en ander bijkomen. En er is ook al zoveel meer bijgekomen. Ik geloof heel erg dat de iPad zal bepalen waar het heen gaat met onze schriftelijke cultuur. 600.000 exemplaren. Heb ik me laten vertellen, 600.000 zijn er ondertussen in omloop in Vlaanderen alleen al. En dat is bijzonder veel. Je ziet het ook gebeuren op de tram, op de bus, de trein, de wachtzaal, café, op scholen. En bent u er nog niet klaar voor, dan zijn uw kinderen dat heel zeker. En zij infecteren het gedrag van volwassenen in huis. Vraag is alleen natuurlijk wat er gebeurt. Eenmaal het boek digitaal is, productie- en distributiekosten zullen dalen. De verkoopprijs bijgevolg ook. Dat is nog zeer de vraag. We gaan in elk geval naar een andere verdeling van de opbrengsten. En schrijvers, het is waar, zullen moeten onderhandelen over digitale rechten en papieren rechten, licentieduur, buitenlandse rechten. Kwestie van het scheefgetrokken verdienmodel, waar we daar even nog over hadden, niet nog meer te laten ontsporen. De schrijvers en Digne Vous.
Goed bezig, Mark. Er wordt, dames en heren, vandaag gigantisch gepubliceerd, 20.000 titels per jaar in ons taalgebied. Maar wordt er ook meer gelezen? Of ik heb eigenlijk de indruk van wel, ook fictie, inderdaad. Wij merken dat aan de volle zalen voor een boekenprogramma als Uitgelezen in Gent. U kent Uitgelezen, hoop ik. U weet dat elke derde dinsdag van de maand om 7 uur 's avonds, dames en heren, om 7 uur 's avonds, mensen al staan aan te schuiven op de trappen naar de balzaal van Vooruit. U weet dat wij er eens 8 uur, om brandweertechnische redenen, echt niemand meer kunnen inlaten. Alle stoelen zijn bezet, publiek in dichte rijen tot tegen de muren, moet het werkelijk zelf hebben meegemaakt om ze kunnen geloven. In Uitgelezen zoekt de lezer een houvast in het aanbod dat hem overspoelt. Hij luistert naar wat anderen denken over boeken die zij hebben gelezen en die hij ook van plan is te lezen of misschien ook al heeft gelezen. Uitgelezen, dat is streng format, hoog tempo, geen gezeur, veel lachen, vaak oneens zijn en spannend. Wij spelen het volgens de regels van de dramatiek. En het publiek keert huiswaarts met een recensie of 10. En ik kan u verzekeren, dames en heren, een boek dat goed is besproken, is enkele dagen later in geen enkele Gentse boekhandel nog te krijgen. Hoe dan ook, in Uitgelezen laten wij zien dat lezen iets buitengewoon is, maar tegelijk toch ook wel heel gewoon. Hè? Weet u wat mensen ons komen zeggen na afloop? Niet, dames en heren, niet, het was goed, maar wel merci, bedankt. En weet u wat wij zeggen? Merci, bedankt. Bedankt om te komen, en dat is werkelijk vanuit de grond van ons hart. Mogen lezen, mogen vertellen over wat al die mooie boeken doen met een mens, dat is van onbeschrijfelijk genot. Welke zijn de gelukkigste dagen in je leven? Vroeg mijn zoon van 14 vorige week. En ik hoorde mijzelf tot mijn eigen verbazing zeggen, die na een geslaagde Uitgelezen. En het is waar. Ik rond af, dames en heren, met een gedicht. Een gedicht van de onvolprezen Gentse dichter Richard Minne. Kwestie van u als boekenliefhebber nog even een hart onder de riem te steken. Moet wanhopen, dames en heren. Boeken zijn altijd wel ergens goed voor. Hè? Wie durft er cynisch te beweren dat schoonheid geen gemeen goed is? Vol dames is de zaal en heren voor de dichters belijdenis. Daar droomt hij op het spreekgestoelte met zijn zondagse kleren aan. Door het open raam speelt de onweerszoete. Een volk dat leest kan niet vergaan. De dichter spreekt in keurige termen, koopt boeken. Maar in zijn gemoed is het alsof de vlammen zwerven. Koop boeken, het is ook brandbaar goed. Ik dank u.